Assalamu alaikum, strijders en natuurlijk mijn vechtersbazinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Champs Talk. Voordat we verder gaan en nu je er toch bent, abonneer je even op dit kanaal. Geef het even een duimpje omhoog. Een kleine moeite voor jullie, maar daar heb je ons enorm mee geholpen. Vandaag wil ik het hebben over John Jones. Volgens Dana White, de president van UFC, heeft hij het in zich om de LeBron James van de MMA te worden. Maar hij was van de week weer eens in opspraak. Daar wil ik het over hebben met vriend, partner, de man met de meest exotische achternaam van Nederland, Riley Delgado Gomez. Yo, what up Riley? Yes, what up? Goed om je te zien, broeder. Goed om jou te zien, man. Ik ben blij om te zien. Ik wil er gelijk induiken. Heb jij gehoord van die Twitter beef tussen Dana White en John Jones? Ja, dat heb ik gehoord. John Jones wil meer geld, althans dat zegt Dana. Hij zegt dat hij Deontay Wilder's money wil en dat is 30 miljoen. En Dana White vindt dat niet nodig. Wat vind je ervan? Ik vind niet dat hij meer geld moet vragen, althans dit was niet het juiste moment. Afgelopen twee wedstrijden was het niet de oude John Jones, ook niet als de oude John Jones. Ik denk, als hij meer geld had gewild, dan moest hij het vragen na dat gevecht tegen DC. Die tweede overwinning. Maar tegen Reyes had hem bijna verslagen. Dus hij vindt genoeg. Een van de betere betaalde atleten. Nou, Dana White is natuurlijk een shark. Hè? Hij is niet voor niks de beste promotor van de UFC. Ik vind dat hij wel vaker dit soort onderhandelingen via de media uitvecht. Ja. Aan de andere kant is John Jones heeft toch vaak de stempel van onverstandig, tikkeltje dom. Dat heeft hij ook vooral aan zichzelf te wijten. Hè? Ik bedoel, hij heeft zoveel shit op zijn cv staan. Hij heeft een hit en run meegemaakt, een auto-ongeluk met een zwangere vrouw en er van tussen gegaan. Hij is vaak betrokken geweest bij dopingzaken, dus hij heeft het een klein beetje aan zichzelf te wijten. Aan de andere kant zou het ook zomaar een hele slimme tactiek van hem kunnen zijn. Want ik zie het gevecht alsnog plaatsvinden tussen de superfight waar nu over gesproken wordt tussen hem en Francis Ngannou. Ja, maar Dana White wil niet het bedrag betalen wat zij vragen. Dus, en Francis Ngannou is duidelijk geweest. Hij zei van, als ik niet meer betaald krijg, dan ga ik niet vechten. En Dana White wil niet betalen, dus wordt het moeilijk. Yes. Voor de mensen thuis, John Jones wil Deontay Wilder money. Hij wil boxing geld hebben. Deontay Wilder heeft laatst in zijn superfight tegen Tyson Fury een slordig bedragje van 30 miljoen dollar mogen ontvangen. Ik zei net al in de introductie dat Dana White vindt John Jones de LeBron James van de MMA. Maar krijgt 5 miljoen per gevecht betaald. Ik zou zeggen, ga daar tussenin zitten, dan is iedereen blij. Ja, inderdaad. Ben ik met je eens. 15 miljoen. 15 miljoen lijkt me wel gewoon een goed bedrag. Dat verdient hij ook wel. Hij is wel een goat. John Jones is nog steeds wel een goat. Dat heeft Dana White zelf ook aangegeven tijdens interviews. Dus ja, 15 miljoen lijkt me wel gewoon een goed bedrag. En ook gewoon eerlijk. Ja, je gaf het net al een beetje aan. Vind jij dat hij dat geld verdient in jouw optiek? Ik vind van wel. 15 miljoen is wel, vind ik wel een goed bedrag voor John Jones. Hij is de champ. Hij is al langer de champ. Light heavyweight. Hij heeft goede vechters verslagen. Dus 15 miljoen vind ik hem wel waard. Zoals ik al eerder aangaf. De afgelopen twee wedstrijden hoogt hij niet als de oude John Jones. Dus. Ik vind ook dat hij het verdient. Hij is wel de pound for pound lijst aanvoerder. Dat is raar. Het is je beste vechter in je stal. En hij krijgt niet betaald als de beste vechter. Je ziet nu ook langzaam, dat hebben we verleden keer ook gezien. Henry Cejudo is er ook al inmiddels van tussen. John Jones die heeft zijn titel nou opgegeven. Dat kan een teken aan de wal zijn hè, bij UFC. Ja, maar ik hoorde dat, Dana White zei dat het niet aan dat het geen geldissues waren bij Cejudo, bij Henry Cejudo.
Het was gewoon meer van dat hij ja, al zo lang vecht omdat hij er gewoon klaar mee is. Het weet katten. Maar Dana White is van mening dat Henry Cejudo heel goed betaald heeft gekregen zijn laatste gevecht. Dus dat is niet de reden waarom hij pensioen is. Maar ik weet het niet, het is nog steeds CCC. Dus. Ja, er is voor zowel Cejudo als John Jones altijd wel een gevecht om uit te kunnen kiezen. Al blijven ze een paar jaar uit de game, als ze terugkomen staat iedereen weer te wachten op ze. En bovendien zie ik ook geen echte uitdaging voor John Jones op de in de light heavyweight division. Hij heeft laatst gewonnen van Dominic Reyes en van Thiago Santos. Het waren spannende potjes, maar het is wat dat betreft flawless victory voor John Jones. Ik ben wel van mening dat hij tegen Reyes best wel moeilijk had. Dus ik denk persoonlijk, is wat je zelf al zegt, hij heeft niets meer te gainen, te winnen in de light heavyweight division. Dus Fresno Gago zou wel een goede volgende tegenstander zijn, maar ik denk eerder dat Fresno Gago tegen DC zal vechten dan dat hij tegen John Jones vecht. Maar als hij tegen John Jones vecht, denk ik wel dat John Jones wint. Dat vind ik wel een beetje modder. Super fight tussen Francis Ngannou en John Jones. Gaat die plaatsvinden? Ja, maar niet binnen nu en 1 jaar. Dat niet. Dat denk ik niet. Maar uiteindelijk wel. Ik denk het ook. Sterker nog, ik denk dat het John Jones op dit moment ook wel goed uitkomt. Ik weet niet of je zijn Instagram hebt gezien, maar hij is lekker aan het aankomen. Ja. Hij is lekker aan het gainen. Dus daarom zeg ik van, misschien is hij wel slimmer dan dat we met z'n allen denken. Hij wordt steeds groter. En John Jones in de heavyweight division is een enge gedachte, in positieve zin. Ja, zeker. Ik denk ook wel dat hij daar ook zal domineren, hoor. In de heavyweight division. Hij heeft DC al 2 keer verslagen. Nou, DC is ook champ geweest in de heavyweight division. En ik denk persoonlijk dat hij Fresno Gago ook zal verslaan. Ja? Ja, ik denk van wel. Fresno Gago is sterk. Maar John Jones kan ook goed op de grond vechten. En DC gaf ook al aan van als je Fresno Gago naar de grond krijgt, dan heb je een grotere kans op winst, zeg maar, tegen hem. En John Jones kan dat. Hij was wrestler, toch? Wat jij zegt, hè? Stipe Miocic heeft in principe al de blueprint gegeven hoe je Francis Ngannou kan verslaan, namelijk op de grond. En John Jones is niet zomaar de beste, het is echt een allrounder. Hij is sowieso stand-up, kan hij goed vechten op de grond. Hij heeft conditie, hij heeft de ervaring. Ik zie hem ook, no matter what, wel winnen van Francis Ngannou. Ja, dan zijn we het daarover eens. Dan zijn we het een keertje ergens over eens. Hey, heb jij trouwens wel gezien nog laatst wat, naar aanleiding van die Black Lives Matter rellen, gezien wat John Jones heeft gedaan voor de community? Ja, in was mooi. New Mexico, Albuquerque, ja. Ik vind het mooi wat hij voor zijn community doet en heeft gedaan. Dit doet hij wel vanuit zijn hart, althans dat denk ik. Het is geen PR-stunt of zo, dat niet. Het is gewoon echt, dit doet hij echt vanuit zijn hart, weet je. John Jones is gewoon een emotioneel mens, denk ik. En vandaar dat hij ook soms wat dingetjes doet die niet zo slim zijn. Maar ik denk gewoon dat hij dit vanuit zijn hart doet. En ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat hij dit doet. Ik hoop ook dat hij andere UFC-fighters motiveert. Ja, ik vind het ook mooi. Ik vind het ook jammer dat de media dat stukje dan weer onderbelicht. Ik vind het ook goed dat hij andere vechters zoals Israel Adesanya motiveert om ook public te gaan. Riley, ik krijg hier op de achtergrond dat we alweer moeten afronden. Cool, man. Voordat we afsluiten, hoop ik dat de kijkers onder deze video even een comment achterlaten. Denken jullie dat de superfight tussen John Jones en Francis Ngannou doorgang gaat krijgen? Vinden jullie dat Dana White gelijk heeft? Vinden jullie dat John Jones gelijk heeft? Riley, ik wil jou bedanken voor je tijd en effort, as usual. En sowieso zie ik jou de volgende keer, partner. Zeker, jij ook bedankt. Ben je dankbaar. Beste strijders en vechtersbazinnen, dit was het. Spread the word. En tot de volgende keer. Amare.